De World Heart Federation heeft 29 september uitgeroepen tot Wereldhartdag. Maar in dat kader ook de Week van het Hart. U weet dat het hart. En waarom? Waarom heeft de World Heart Federation een speciale dag uitgeroepen? Niet alleen omdat het hart, zoals velen beweren, het belangrijkste orgaan is van het lichaam. Iedereen zegt dat, of ja, mensen vinden dat het alle organen belangrijk zijn, dat is ook waar. Maar het hart is een zo belangrijk orgaan, verantwoordelijk voor diverse functies in het lichaam. Het hart pompt 100.000 keren per dag en zorgt ervoor dat wij en al onze organen voorzien worden van zuurstof, et cetera, zodat we normaal kunnen leven, functioneren. Okay. Hart en, waarom de Hartfederatie deze dag heeft uitgeroepen, is omdat er aandacht gegeven wenst te worden voor de opmars, maar ook het belang van een hart- en vaatziekten in de wereld. Zoals u weet zijn hart- en vaatziekten de meest voorkomende aandoeningen in de wereld. Er sterven jaarlijks ongeveer 19 miljoen personen per jaar wereldwijd, waarvan 33%, dat is ongeveer 33% van alle sterften in de wereld. Dus we zijn ons ervan bewust, ook Suriname, hoe belangrijk het hart is voor de persoon, voor een mens, maar ook welke impact hart- en vaatziekten allemaal heeft op het leven van een individu. Dus ook Suriname heeft zich zo'n beetje gecommitteerd. Ook in Suriname kampen wij met hart- en vaatziekten. Het is de meest voorkomende doodsoorzaak in Suriname. 76% van alle sterften zijn gerelateerd aan non-communicable diseases. En hart- en vaatziekten zijn daarvan een belangrijk component. We merken dat meer en meer mensen, ook op jongere leeftijd, in de loop der tijd, gaan lijden aan het hart, aan hartziekten. En daar hebben wij als ministerie natuurlijk de nodige aandacht ook voor gegeven. Diverse instellingen hebben in dit kader in de afgelopen week wat activiteiten uitgevoerd. Er is de nodige aandacht gegeven. Het ministerie van Volksgezondheid die heeft een aantal programma's in het leven geroepen. Reeds een jaar zijn we bezig met de implementatie van het HARTS-initiatief. Het heet toevallig ook het HARTS-initiatief van de WHO. Welke met name zich richt op het beter beheersen van de risicofactoren die leiden tot hart- en vaatziekten. We denken hierbij aan hoge bloeddruk en suikerziekte. Maar u weet, er zijn meer factoren die leiden tot hart- en vaataandoeningen. Zoals een meer passieve leven, om het maar zo te noemen. Een leefstijl. Verhoogd vetinname, verhoogde zoutinname. Alcohol en tabak. Maar ook luchtvervuiling, klimaatsverandering hebben allemaal invloed op het hart. Dus wat wij doen vanuit het ministerie, we hebben ons gecommitteerd aan het HARTS-initiatief, welke tot doel heeft om de controle, de beheersing van hoge bloeddruk en suikerziekte als belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten onder controle te hebben. En ik kan u zeggen, we doen nu al bij de 20 klinieken doen mee in Suriname. Wat we merken is dat mensen dus eigenlijk spontaan, zonder afspraak, eigenlijk een kliniek binnenstappen. Op een gegeven moment willen we dat hebben voor elke kliniek in Suriname. Waarbij u uw bloeddruk gaat meten en uw suiker gaat meten. De bedoeling hiervan is, en we merken het al, we hebben data. De data toont aan dat rond de 60% van de mensen die zich vrijwillig aanmelden, last heeft van hoge bloeddruk. Dus 60% van de mensen die zich hebben aangemeld, en we praten nu al over een populatie van rond de 2000 personen in de afgelopen maanden, die heeft direct als constatering dat hun bloeddruk verhoogd is. Ze worden dan in een programma gegooid waarbij ze aan diverse componenten, dus adviezen, sommige mensen moeten direct aan de medicatie, sommige mensen worden begeleid en dan worden ze teruggeroepen. Wat we merken, en dat is interessant om te weten, dit zijn Surinaamse cijfers van de afgelopen maanden sinds januari 2023, dus nu al 10 maanden. Wat we merken dat rond de 30% van de mensen, dus van die mensen die terugkomen, nog last hebben van een hoge bloeddruk. Dus die mensen die zich spontaan en trouw houden aan de adviezen van het HARTS-initiatief, die hebben rond 70% van die mensen hebben daarvan geen last meer. Dus het is heel belangrijk wat ik hier wil beamen en etaleren en aangeven aan de samenleving. De factoren zijn soms sluipend.
Mensen hebben geen klachten, maar de ziekte is zich aan het ontwikkelen in het lichaam zonder klachten. Daarom wordt hypertensie, hoge bloeddruk, ook wel de sluipmoordenaar genoemd. Die is zich aan het lichaam aan het ontwikkelen. Ja, iedereen heeft wel eens last van hoofdpijn. Misschien door de hitte, denkt men, of andere dingen. Maar soms kan het een heel serieuze oorzaak zijn. Dus mijn oproep, en dat is wat het ministerie vooral doet. Wij zijn bezig vanuit het ministerie, samen met de IDB, bij de medische zending en de RGD, meer en meer hartsklinieken op te zetten. Ik zei al, ongeveer 20 hebben we nu. Maar de bedoeling is dat wij de komende periode veel meer klinieken gaan hebben. Mensen gaan worden proactief opgeroepen. Of ja, worden aangestimuleerd van, ga je bloeddruk meten? Ben je patiënt of niet? Ga je bloeddruk meten, want meten is weten. Missen is gissen, zeggen we vaak. Gissen is missen, sorry. En we kunnen u vooraf preventief in een leefstijl brengen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek in een leefstijl brengen die ervoor zorgt dat u geen hart- en vaatziekten op jonge leeftijd ontwikkelt. Vroeg of laat zullen er ook erfelijke componenten zijn. Maar je kan eigenlijk zaken kunnen voorkomen. We noemen preventable diseases, waarbij je met een goede leefstijl, met goede adviezen. Soms is het nodig om medicatie te gebruiken. Maar dat je wel de controle en de beheersbaarheid van deze factoren uitschakelt. En daar zet het ministerie zwaar in. We zijn recentelijk nog door de PAHO ook gecomplimenteerd. Voor de stappen die we hebben gezet in 2023 voor wat betreft controle van hoge bloeddruk en suikerziekte. U weet dat het ook een enorme kostencomponent is. Waarop de enorme druk ook op de budget, op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Want hart- en vaatziekten, los van hartinfarcten en de kosten die daarmee gepaard gaan, hartoperaties, ook nierfalen kan ontstaan. En dan krijg je nierdialyse. U weet dat wij ook een heleboel geld uitgeven dus aan die zaken werken feitelijk goed te voorkomen zijn als we ons echt trouw houden aan de adviezen. Dus het is een samenwerking, een samenspel tussen de samenleving, de doktoren, het ministerie en anderen alleen. En daarom ben ik blij ook dat met de Wereld Hart Federatie een zo'n dag heeft uitgeroepen om extra aandacht te schenken aan het gezond houden, het optimaal functioneren van uw hart.